naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij... Dit is quote. Letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn school. En is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijke hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Dames en heren, goeiedag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Culturu TV. En we zitten hier in het gebouw van aan de Koppenamenstraat, waar een nieuwe politieke partij in oprichting is. En we zitten met de heer Newara onder andere. Meneer Newara, goedendag. Welkom. Goedenavond, goedendag. Ja. Dank u voor de tijd dat u vrijgemaakt om ons te spreken. Om alvast te beginnen, meneer Newara, een nieuwe politieke partij. Wat is de naam en wie zijn onder andere de leden en een initiatief? Wie is de initiatiefnemer? De initiatiefnemer zijn aantal Wistranen. Zo zijn ze begonnen, zijn mensen uit alle gelederen van de politieke partij. Ja, je zegt het zelf, wie Suriname, we zijn allemaal Surinamers. En idee, het is begonnen als een beweging. Van hoe kunnen wij als Surinamers, die toch een hart hebben voor Suriname, zo'n mooi lekker land, en 45 jaar lang zitten we nog te kijken naar oude politieke mensen, of eigenlijk niet die zogenaamde politieke leiders hoor. Want ik noem ze geen leiders, want je kan niet een politieke partij zo lang leiden. En we leven nog onder een heel lage norm. Snap je? 600.000 mensen, ik ga het blijven zeggen. En nog steeds moeten we naar medicijn zoeken, moeten naar goede voeding zoeken. Je ziet het zelf vandaag. De ene partij zegt geen pakketten, maar je hebt het gezien. Is uitgekomen. Dus we zijn met Wistrana nu officiële politieke partij. We hebben al alles, ongeveer 99% hebben we alles al gedaan. En het is nu ledenwerven. Zoveel mogelijk mensen, de natie, wijs maken wat Wistrana gaat doen. Maar dat niet alleen, ook hun bewust te maken waarom. Want ik zie dat heel veel Surinamers achter partijen lopen, maar nog niet eens weten wat hun wetten zijn, wat de regels zijn, waarom de ministers moeten houden, de president moet houden. Men belooft heel veel tijdens verkiezingen, maar het komt niet uit. Toch, je ziet dat we elke keer als volk, als natie gepakt worden. Daarom zijn we gekomen met een nieuwe beweging, een nieuwe partij. Tegelijk het druk van onze leden, hoor, laat ik dat ook zeggen. We worden alleen gewoon bewustwording, maar onze leden zijn nou, laten we een partij van maken, een vereniging. En vereniging waarin leden zitten die toch een 99,5% toch eerlijk zijn. Meneer Newara, we kennen u als een... U bent bekend in de gemeenschap. We kennen u als een kritische man. Niet, ja, u bent bekend, meneer Newara. U bent bekend. We volgen u. U bent een kritische man. U volgt de regering kritisch. Alles volgt u kritisch. De regeringen volgt u kritisch. En u komt ook met bewijzen. U komt scherp. En... We hebben dit vaker gezien dat mensen die een populariteit hebben bereikt, mensen volgen ze. Je gaat over in de politiek. Bent u niet bang dat die populariteit van u dan gaat afnemen? Want mensen zien het dan als misschien een moment van opportunisme om in de politiek te geraken en om net zo rijk te worden als hoe anderen rijk worden. Ik ben spiritueel heel rijk hoor. Maar goed. Wat u daar zegt. Iedereen gaat het beamen, ja, het is wel. Maar ik heb de ervaring met NDP en ik heb in alle keukens gekeken. En tijdens de verkiezingen, zoals we laatst ook zouden Suriname redden en iedereen had geloof, ik ben de enigste geweest. En een aantal hebben het al, meneer Samson, Dini,
had ik ook gewaarschuwd. Zeg, de man die zich niet gaat redden, met 3 gezichten en 4 agenda's. Het is uitgekomen dan. Maar we wilden uit de joko gaan. Maar die joko die we nu zijn, is geen joko met zijn abomma. Er is zoveel beloofd. En laat me voorzichtig zijn, want ik heb gehoord, er is weer een vergadering gehouden. Wanneer men uitspraken doet nu, dat men nu gaat opsluiten. En echt opsluiten. En dan play morgen de mogelijk. Als dat is krikkie toe? Nee, en is krikkie niet. Maar laatst is er wat gebeurd met 2 van mijn mensen. Waarmee ze dachten dat ze documenten hadden weggehaald van een bepaalde ministerie. En naar mij zouden toebrengen. Maar ze hebben niets gevonden. Weet je, ik ken die jongens ook niet. Weet je, dus ik ken ze gewoon van even elkaar. En ze droppen soms dingen. Maar ik moet voorzichtig zijn met iedereen. Ook met mijn volgers. Die mij ook volgen. Want ze hebben me ongeveer 20.000 volgers hebben ze gehackt die page. Dus zelfs mijn volgers die hebben ook last van. Ik heb ook volgers die mijn informatie geven. En goede informatie. Maar ik ga altijd nachecken. Om terug te komen op uw vraag. We zijn eigenlijk... Hoe moet ik het verwoorden? Want ik ben voorzichtig met mijn woordenkeus nu. Als we deze regering zien, de ene geeft pakketten gratis. De andere verkoopt. Maar men weet niet hoe ze aan die pakketten zijn gekomen. Als politiek partij 1, 2. Is dat beleid? Toch? En om te zien hoe mensen zich verrijken op ruggen van de natie. Ik heb het ook gezegd aan mijn bestuur, ze weten dat. Ik heb al alles. Wat zoek ik nog meer? Maar je weet, je hebt een soort mensen die met een zucht leven. Ik moet meer hebben. En de clans lijden. Zijn 22 clans die Suriname lijden. Vergeet die dat niet. Wanneer ik weer live ga komen, dan ga ik het wel goed uitleggen. Want ik kom voor een aantal weken weer. Want die drukken van die volgers, want je moet komen. Dus ik kom na een aantal weken weer uit. Dan ga je zien wat die 22 clans met Suriname 45 jaar en ook voor de onafhankelijk al een paar waren. Maar ze zijn doorgegroeid. Wanneer een president komt, je ziet dat, ik noem ze labarias, logos, die direct van de ene partij, direct via P zijn geworden. Ja. Ze waren NDP'ers, ze zijn nu ABAP'ers. En je gaat zien hoe ze ook bij Wisran aan gaan komen. Maar geloof me, aan een paar zijn geweest hoor. Maar ik heb ze ook gezegd, bedankt. Jou wil ik niet hebben. Geef me de persoon van Latour. Geef me de persoon van Flora. Geef me de studenten van de universiteit. Die iets kunnen betekenen voor deze natie. We moeten een keertje ophouden van, weet je, achter mensen te lopen. Daarom ben ik vroeg, we zijn vroeg begonnen met de beweging. Om eindelijk die bewustwording. Wat ik een natie wil doorgeven. Ze moeten vanaf volgende week volgen. Dat we met een aantal programma's gaan komen. Wisrana, die bewustwording. Wat zijn de wetten? Wat is jouw recht als natie? Als persoon? Daarmee gaan komen. Laat ze volgen. We hebben door de jaren heen verschillende nieuwe politieke partijen gehad. Mensen die oprichten in de zin van... ontevredenheid, ze willen ook een beetje mee gaan besturen. Ja. Maar zoveel van ze hebben het nog niet gehaald. En halen het ook nog niet. Wisserana, waarom is Wisserana niet gebleven om te zeggen maar een wakon te zijn, weet je, scherp te zijn naar de regering toe, mensen het publiek meer te mobiliseren om in beweging te komen. Want zoals je ziet, je hebt bijvoorbeeld als er gestaakt moet worden of er opgekomen moet worden voor iets, zie je dat mensen niet komen als aan nee, kom op gang, tenzij een politieke partij het doet. Ja. Maar dan nog kan het zijn dat de man plannen aan jou, je vieren, zei je alleen om hun doelen te, hun politieke doelen te bereiken. Ja. Waarom blijft wie dan niet gewoon bij een beweging die Surinamers beweegt om anders te komen? Want u zegt, je gaat de Surinamers inlichten over de wetten, rechten en wat ze allemaal kunnen bereiken met wat er is. Wie moet je zien? Als een organisatie, als een vereniging. Als we naar de verkiezingen moeten gaan, dan gaan we. Als we niet moeten gaan, we zitten hier te springen, dat we naar de verkiezingen moeten gaan. Wij willen die bewustwording eerst hebben. Als het 3, 4, 15 jaar, we weten het niet. Maar als we zien dat we gegroeid zijn in leden, en onze leden vraagt bestuur, van hier en op,
Ik denk dat wij ready zijn. We hebben onze quick favor. We kunnen ministers maken, want dat heb ik ook gezegd. Onze DC's gaan we direct zeggen, hij wordt DC of zij wordt DC van Paramaribo. Dan kan ik zeggen van oké, we gaan naar de richting. Wij gaan het volk juist de richting inschuiven van dit willen wij hebben. Niet wanneer we aan de macht zijn als Wisranang, dan hoor je dat Nankuzi is president of Ramjelal is minister van Shosa. Wisranang gaat van tevoren aan het idee, aan het van kan ik 16 maanden, jaren van de jaren nog. Ramjelal was minister van Justitie. Dat is van volk nu was. Nu was Ramjelal. Dan moeten ze niet stemmen op Israël. Dan moeten ze stemmen op een andere partij. Die een betere kandidaat heeft. Ik denk dat geen enkele partij dit ooit heeft gedaan. Toch? Wij gaan zeggen wie ambassadeur of dingen gaat worden in het buitenland. We weten niet als er ambassadeurs nog moeten plaatsen. Weet je, met als de technologie. Dus is het een idee dat we als Israël als echt als beweging, als politiek partij, dat allemaal nu bespreken. Welke koers willen we gaan? Voor ons is jongeren belangrijk. Toch? Wij gaan de richting Sarwa Udei. Ik ga dan weg naar zee. Toch? Wij willen iets achterlaten als Wisranaan. Zeg, hé heren, dit wordt we achterlaten. Wie voorzitter wordt morgen over me, moest charita passen met dezelfde ideologie moeten we gaan. Dus het is niet dat we gaan springen als die andere partij. Wij willen macht hebben, we gaan meedoen met de UNESA. Ja. Dus wij willen echt eens die bewust worden in de natie. En de natie moet kiezen voor wie ze er aan niet willen hebben. Dan moeten ze aan die andere partij hebben. Ik ben heel open en eerlijk. Ja. Ja toch? Als ze pakketten weer nog willen hebben, dan moeten ze voor hen gaan stemmen. Over pakketten gesproken. We zien dat dit een wat trend eigenlijk noemde. Ah, dan zie je dat. NDP Kotaki. Wat trend. Is het trend die al sinds de 1975? Jaren 60. Jaren 60. Maar op een beter fatsoenlijke maar manier. Maar nu is het dus geen trend, is omkopen van mensen. Omkopen. Ik zeg het gewoon, omkopen. Ja. Kijk, als je als partij of als vereniging een beleid maakt. De VHP heeft gezegd, we gaan stoppen met pakketten. Maar er wordt geld gemaakt met pakketten. Op welke manier? Huh? Op welke manier? Ik denk dat je ook geschoten bent, maar goed. Ja, ja. Nou, luister. Men heeft Chotelaal, laat me voorbeeld Chotelaal. Men heeft Chotelaal, we gaan hem opsluiten, of we gaan Nankusi opsluiten, want hij, laat me Chotelaal even. We gaan Nankusi opsluiten, Nankusi heeft miljoenen pakketten geleverd, en die pakket was eigenlijk 40 gulden. Men heeft aantal mensen, importeurs, en mensen in de Surinaamse gemeenschap gewoon beleden. Kapot willen maken. Maar diezelfde mensen nu moeten een vergunning moet geven, dus je moet pakketten leveren. Dingen zijn in beslag genomen, worden als pakketten verkocht. Hoe groei je met een natie? Hoe denk je zo voor een natie? Je hebt zelfs gezegd, je gaat stoppen met pakketten. Want je wist als partij, je wist als persoon die nu zit te schreeuwen van jereno, we gaan geen pakketten doen. Weet u wat u met de winkeliers doet? Als je een goed beleid had, dan had je een social return project gedaan met de winkeliers, met de importeurs, met de distributeurs. Maar je moet het concept hebben. En wij als Israël, we hebben al vandaag gebrainstormd als wij allemaal hoe we dat anders kunnen doen. Want ik heb vandaag gekeken, toch? Is prijs die meer kan naar Abrazil? Zo, van de kader wat ik heb, ik heb de hele wat ik heb. De pakkero nanga de soort biggie waki go by pakket. De mai pakket in si fora pe de potis mai libi, de mai waka go by de pakket. Heb je de arme mensen geholpen van Latour? Hoeveel mensen van Flora zijn geweest op de poel? Die mensen kunnen niet eens, ik wil het bijna niet zeggen, ze kunnen niet eens brood kopen man. Op Latour kunnen mensen geen brood, kinderen gaan zonder brood op school. Is dat een beleid? Weet je, dus, er was een hele herstelplan en economische plan, al die plannen, allemaal is op water. Het is met water geschreven, alles. Ze hebben al die plannen met water geschreven. Je kan niets zien. Dus we gaan naar 2 jaar. We hebben nog ongeveer 36 maanden, maar trek van die 36 maanden 18 maanden. Die propaganda is al nu begonnen, want ze weten ze gaan verliezen. Allemaal, ze zijn al nu pas met propaganda. Ze houden zich niet bezig met de natie. Denk je dat ze bezig houden met onderwijs?
Denken ze dat ze bezig houden met gezondheidszorg? Denken ze dat ze onderwijs er gaan dadelijk 100 of 500 leerlingen afgestudeerd waar we gaan plaatsen? Gaan we allemaal naar Lanti? Hoeveel bedrijven zijn opgericht? Diaspora wil niet eens komen, geen enkel investeerder wil niet komen. Want als ze hier willen komen, dan praten ze eerst over, hé, hier hebben we een vergunning naar $5,000. Hé, dat ben je drie. Dus voor ze maken ze papier aan mijn $20,000. Is dat beleid? Uw kinderen, waar gaan ze morgen? Ze hebben gestudeerd, ingenieur, dokter. En wie krijgt functie? Omdat mijn vader politiek doet. Omdat mijn oom toevallig bij directeur is. Dus en mijn dochter mag naar staatsolie. Want die arme jongen die gestudeerd heeft op Flora. Die arme dochter, die daar, Hanna's zussen, die heeft ook afgestudeerd. Die kan niet gaan. Want die heeft geen lijn, die heeft geen netwerk. Ja toch? Als de dokter van meneer Ravenberg is afgestudeerd. En hij moest kiezen voor een beurs. En ook kiezen. Want aan een Latschman. Aan een Nengena Gayadin. Zijn dingen die. De natie moet dat soort dingen gaan onderzoeken toch? Ja. Hier gaan ze naar onderwijs voor hun kinderen. Maar dan ook maar kies beurs. Ga kijken wie beurzen krijgt. En als Nankus hierover praat. Dan wat ik. Dat heer die mijn lukus aan mij doet. Dat ik kier niet. Want mijn taak niet meer op ons maar uit. Maar mijn chorus dan. Daarom ook die platform hoor, dat ik een bepaalde vasthouden heb van, ik praat uit, wie is er aan aan? U zegt hetzelfde, de verkiezingen staan om de bocht. En ik voel ook nog niet, en begin van de regering, we zijn gelijk aan elkaar, de VP en de president. We zijn gelijk, dat zei je toch? Like, de ene neemt geen beslissing zonder dat de andere het weet en zo. Maar nu lijkt het alsof. Mangama begato. Van dat against like a positie VP. Against like de man koeping. Like, de man van a positie. Want VP is gewoon binnenland. Maar niet in de functie van VP. Maar als voorzitter ABO. Gaat hij naar Saramaka, deelt hij pakketten uit. Doet hij het als ABO voorzitter. Je ziet er weinig bewegen in de positie van een VP. We merken wat losstrubbeling in de regering. Nee, waar? Ik denk dat de 36 maanden zat in de officie. Ololo. Ik denk wel belangrijk zijn. En ik denk, voel van volk zijn abendo. Wees je duidelijk van een VP. Ronnie Brunswijk is geen VP. Kan je dat op cultuur doen? Maar goed. Ronnie Brunswijk. De mij gebruiken aan man en aan mijn tang, ook voor zijn eigen positie, want hij moet ook zijn eigen belangen kunnen behartigen. Daar gaat het om Ronnie Brunswijk. Het gaat precies om hemzelf en zijn familie en zijn vrienden en een paar clans. Want wanneer ze niet bij VIP kunnen, gaan ze naar Ronnie. Maar goed, dat is een andere vraag. Als je goed oplet, wie is naar die kerk gegaan? Wie doet die onderhandelingen? Wie zit in die commissies? Dat is één persoon toch? We hebben in Suriname één, dus die man is zo gestudeerd. Die man weet alles. Die man weet over rijsector, die man weet over levensmiddelsector. Die man is voedseldeskundige, die man is arbeidsdeskundige. Wist dat, wie wist? Dus VP naar de verkiezingen toe, hij begint nu zijn propaganda, maar betekent dat Oudouzani, want Kadea denkt aan auto-president. Maar we leven niet in een fantasiewereld. Ik leef niet in een fantasie. Ik leef vanuit de realiteit. Mensen omkopen of mensen dit. Alles was aan je heren. De president doet zijn eigen ding. Hij wordt niet eens gedragen in de VIP meer. Dus hij moet zichzelf ook en een paar vrienden van Lili Dorp ook kijken wat hij kan doen. Dus ze gaan allemaal naar de verkiezingen. Maar ze mogen het allemaal vergeten. Want spiritueel mogen ze alles doen. De natuur heeft al bepaald. De natie moet weten wat ze gaan doen. De natie moet nu goed lezen en goed luisteren. Er is gas en olie, want daar gaat het om. Ik go on money, ik go on makti. Ja. Maar het moet beginnen met een story, Yoshi. De man staat daar, want NDP ook toe, hè. De man, she wants aan, hey, we beginnen met een fokker, want olie, zo mijn menu, zo mijn beryl.
Maar wat houdt de natie? We hebben toch wel staatsolie gehad? Hoeveel kinderen van ons zijn gestudeerd? Via staatsolie. Nee, maar je sponsor maar op Chisa voor Tapuai. Hoe breed niet hoor, hoe dat is. Geen enkel zware loshoosje. Wat doet Chisa? Ambulance daar. Op Chisa academisch ziekenhuis daar. Maar weet je hoeveel miljoenen worden weggesluist? Sabi, sabi. En dat is waar. Als het Surinaams volk nu met onze beweging, onze partij, wie zal dat? Niet bewust hoor, dat is een mooie herder. De beweging, de beweging politieke partij Wiesrenen, gaat het in het parlement ook een beetje zwaar gaan hebben? Behalve gewoon als jullie de coalitie of oppositie belanden. Mm-hmm. Toch? Want in het parlement merken we dat er wat mangsa allemaal berieken van dat E. Die de man trouwens Brunswijk af is voeten aan mijn trofee. Maar zei de man Luka Maja jong, meneer Marilus B. En hij is nu beland in een schandaal over dat Amatik extra money naar Centrale Bank, Fugua, yeah. Gabon. A delegatie, Biggie Moro, ik zou mag go ook toe. Dat ook de wam, de strijd voor nu is er ook toe. Die door het parlement, Yoshimoni, en Fitro voorzitter, Yoshimoni, ik ga nog veranderen. Dat voelde me op zijn, meneer Lavendari. Je kent me al hoeveel jaren, 30 jaar? Normaal. Kijk, elk politiek partij heeft een ideologie. Maar als een voorzitter en jouw leden, toch? Je bent wat zwaar niet, toch? Waarvoor ga je? En wat voorzitter voor een organisatie, wie is zo'n organisatie, wie is zo'n bedrijf? Ik ga directeur laten toe dat wat mafie voor openlijk, dat jullie directeur wanneer. En van voorzitter van organisatie, hij laat het toe, toch? Dat je wat niet. Maar wat denk je? Mijn zweer, dat heeft dat op zijn jaar. Brief me, dat mensen alle die met elkaar kennen. Mijn wat raad dat maar kan. Geloof me, mensen die me kennen. Ja, zo, dan bedenk ik Marinus B ook toe. Ja, nou, kwestie Marinus B, ik kies de documenten. Ik wil nog niets erover zeggen, maar op onderzoek voor ja. En de maatak de maapai. Ik wil gewoon niet politiek met gepraat. En dit. En heeft mensen meegenomen. Ik heb ook zijn dokter meegenomen en dat soort dingen. Maar wat je onderzoeken, dan moet je niet meenemen. Neem alle documenten. Dat van familiezaken. Want dat nou was aan zij play zwaar in politiek. Aan moment zou een man kiezen wat positie. Dan aan mijn dochter. Of aan mijn zoon. Naar de beste voor Heersranang, Waman nam een tip naar man, hij moet leiden. Dan vertrouw je anderen niet, je vertrouwt alleen je vrouw, of je vertrouwt alleen je zus. Ja. Dat heer ministerie moest dus zo je familie. Alle anderen daaronder zijn niet goed. Op dem geert je wang. Van wie zijn dan ook die lange de soort zandati? Wij, dat betekent toch, hij hangt van voorzitter af. Mino laat hem toe. Kijk, wij komen onder ondernemers, de familienaam Kusin, Rapsudit, wij komen onder ondernemers wereld. Dus bij mij gaat het niet lukken alvast. Maar allemaal familie weten dat ik weer in ben. Want ik heb ook macht gehad in de NDP, ik heb een aantal locaties, ik kan zo mensen zijn. Ik heb ze altijd gewerkt, ik dacht, ga jullie ondernemen, ga jullie werken. Zal ik voorzichtig tegen dat je de man zal doen de zaken. Kom ik naar een president. Als je predikt voor een vorige president, dan kan ik een dokter maakje, dat je moet bij zo'n voorbeeld. Maar je moet in een take 1, in een take 2, in een take 3, je moet een heel stamboom in het kabinet. Je moet een heel mati in het kabinet. Dan wist ik contact zei wanneer terug. En dan lukt moro. Je art heet dit zo, maar mijn art heet nog dit zo. En als je ook een lood om je te manipuleren, dat je moest dit ook te dragen. Want dat gebeurt er ook. Ja. Maar ik denk dat je eigen ik moest sabi, dat aan ook kan. En nou een familie jelei, een natie jelei, met alle bevolkingsgroepen erbij, maar met dat ook allemaal naar Suriname. Ja toch? Dus je moet ook weten als persoon. Maar laat de mensen volgen.
De mensen die me al kennen 10, 20 jaar, zo weten wie ik ben, hoe ik denk. Ik ben een Surinamer in hart en nieren. Klaar, punt uit. Bij mij is niemand Creool of dit. De anon lukt naar mij. Ik heb zelfs ruzie gehad met klapman van Zanzibar. In mijn jongere jaren. Want toen mijn kappen aan me, want toen mijn shen toe. Ja. Dus, mino de zo. Ik ben op Latour opgegroeid. Ik ben mijn vader me als Surinamer laten opgroeien. En niet als hun niet staan. Of, anon. Ik, mijn vader kreeg altijd ruzie met mensen. Dus ik heb hetzelfde ook. Ik zeg, als we niet zo gaan beginnen, dan gaan we nog 100 jaar voorbij. En we gaan zo blijven. Want we gaan niet groeien in ons denken. We gaan nooit groeien. We praten over Dubai, we willen Dubai worden. Gaat nooit groeien als we geen één natie worden. Als we nog elkaar gaan bijten en gaan uitschelden. Toch? En familie gaan plaatsen, want ze is geweldig. Dan wat moeten die studenten van mij doen van de universiteit? Wat moet die persoon die afgestudeerd is? Ze moeten kijken wat ze eten. Bijvoorbeeld, kun je de naam zien dat de makka maakt? En nou lukt toch. Maar laat de mensen volgen. Laat de mensen goed volgen wat we er aan gaan doen. We gaan met de bewustwording nu beginnen. Dat is over een week of twee zijn we echt op het veld daarvoor. Het is toch wel triest als je kijkt naar een land als Suriname en haar potentie zo hebben. Hoe zou dat wins olieven nono de? Dat ammonie nog stroomt terug in een gemeenschap naar Fasi. Want we hebben het ook gezien bij bonden bij de laatste onderhandelingen over lonen. Daar ben je nou een voorbeeld bij. Mensen die in een bond zitten, die parlementariër zijn en in een politieke partij zijn. Hoe ga je onderhandelen met een regering over lonen? Je gaat met de simpelste, je gaat 17% terwijl er meer te halen is. Maar voor hoe de boy voor school doet de maand die morgen. Ook niet, want ze zijn nog steeds bezig te onderhandelen. Ze willen 25% en meer. Toch? Ja, op dat stukje, ik weet niet. Kijk, ik vind het DNA-systeem in elkaar staat. Sana Sani. Maar ik vind het van de maand om naar spenderen. Gide strefi. De acceptatie zei die in een opamonie desma. Want nu kunnen we een minimumloon. En de meeste bedrijven betalen dat niet meer hoor. Maar bedrijven betalen nu 25, 30, meneer Rafa, per uur. Verschil. Niet allemaal hoor. Niet allemaal. Ja, maar er rent ook wel. Laatst nog is in het nieuws verschenen dat de particuliere sector die van maken heeft dat ze de laatste sprong de overheid heeft gemaakt. Dat ze niet kunnen bijwenen. Ja. Dus uiteindelijk komt het erop neer. Dat de overheid zichzelf wel goed heeft voorzien om hun ambtenaren een vergoeding te geven. Maar dat de particuliere sector dat nu onder de huidige omstandigheden niet kan bijgeven, dat is in feite nu de situatie. Want die particulieren hebben meer overheid kosten dan? Dus laat het uit de besluit, maar ik weet niet als ze hebben gesproken met ASFA of KKR of met die organisaties. Dus dat moet ik nog natrekken, want ik ben even bezig met Wisrana. Ja. Dus ik heb die touch even niet met het veld. Maar ik, volgende week ben ik weer op het veld, en moet je hier eens op. Maar om terug te komen op die bonden. Kijk, de president had ook beloofd van, weet je, als je voorzitter bent van een partij, dat je moet afdoen. Ja toch? En een president toch? Is dat zo? Dus met die drie, anderen hebben drie, ze zitten in drie organisaties, of in drie RVC-leden. Die DNA-lid is ook beleidsadviseur op een ministerie, ook directeur daar. Er zou ook een wet komen toch? Waarom komt er geen wet van als je bijvoorbeeld voorzitter bent van een organisatie, je moet loslaten als je DNA bent? Zijn wetten moeten komen. Dus als regering moeten ze beleid maken. En ik denk dat als je goed beleid hebt, we wel eruit kunnen komen. Er zijn vragen waarmee we ook elke week hier zitten, 2 tot 3 keer in een week. Je ziet, als u in het parlement komt, gaat u dan direct werken aan wetten die ervoor kunnen zorgen dat mensen die 3 en 5 petten op hebben? Direct, in 1 keer. En dit is aan het bluffen. Meneer, bluff dat dat trouwens aan het Theodoro. En wie stond smaak roko, dat ook een plek eerst op papieren. Want de man, je bent daar kwam ze ook toe about a government take bijvoorbeeld. Yeah. En hoe ze ook toe, nieuwe politieke partijen, Chuang, de wan ze na voor money. If you want to domine een verkiezing, in op wan money. In op wan money, ja. Awe, dat nog wel ook toe eten. Nee. Van wie ze dan ook die lange dat die. Want amoni dat die na verantwoorden eigenlijk, hè.
if in potting. No, alla moet niet verantwoord worden. Alamala. Alamala. Oké. Dus uno na transparant. Ja toch? We una alla sante mester bakwaar hier je u is la. Dan wat partij potelas. Is dat vond ik heel prachtig. Was het DA? Ja. DA hier. Dat vond ik geweldig. Is het elke partij moet verstaan elk jaar hier. En dat gaan wij ook doen. We gaan conform zijn schrijven weer op. Daarmee dat je dat aan trainen. Dat dan eigenlijk zou we gewoon met Libisch passen. Dat if je een organisatie zo hoort. Daarom hebben we ook gezegd van wij willen ook leden hebben en betaald leden. Dan hebben we ook zeggenschap. Ja. Maar is dat tegen een bepaalde partij of andere partij? Nou, kapitalist. Een paar jullie jongens, hoor je me voor? Ja. Even maak je stinkpas. Nou, maar sponsor toch. Look op een bepaalde massa van een best bedrijf. Ama di ome komensi, ama ki chauffeur, ama ma sponsor. Wat dat dat, mi bo aksi net agens lek, mas ap money e koop de politiek partij. Want, we zijn nu in een kwestie van space olie beland. De importeur, e kibride space olie, fukaseran a oude partij, die gaan nieuwe prijs voor iets duurder. Doch soli chap de so san dat die, als er ingegrepen wordt, lading vrij, alle dat soort type san dat die. En, vandaag zie je volop zonnebloemolie, alle dat soort zaken voor 30 SRD, alle soort prijs en pakketten. Ja. Als politieke partij moet gaan, gaat Wissan dan daarvoor moeten gaan waken. Ik moet een orde toch. Kijk, je hebt het ministerie van HE. Daar begint het mee. Het is niet moeilijk om te weten wie olie importeert. Ik heb het laatst ook nog even gezegd. Om live. Het is niet zo moeilijk. Kijk, je kan altijd niet de importeur de schuld geven. Een importeur gooit goederen in een magazijn. Mm-hmm. Vijf op beslag goederen in een magazijn van importeur. Je moet naar die winkel hier gaan. Hebben ze dat gekeken? Zijn ze die notas of die facturen nagegaan? Zeg, hey, waar is er gedistribueerd? Is toch zo'n uitdraai? Elke distributiebedrijf kan zo'n uitdraai geven. Hè? De minister van HE moest gaan naar een prijscontrole. Hey, winkeltje. Hoeveel tiendozen, om je zeggen, oh ik ben zeggen, ik heb niet magazijn. Maar importeur heeft niets mee te maken. Je moet één ding, mijn job ook geen importeur hebben. De importeur hebben zoveel problemen aan te gaan. Want, los de man zei voer. Hij zei, ja, toen importeur zei voer. Hij zei, ja. Maar een aantal importeurs, dat is een boel probleem. We moeten oppassen als we nog kunnen importeren dan. Oh, waarom? Die man gaat meer kapitaal nodig hebben. Ah, ja, ja. Want Guyana geeft vrij op invoerrechten op vracht en dat soort dingen. Wij betalen nog steeds invoerrecht op $21,000, $18,000. Vracht alleen betalen we invoerrecht. Ik heb vaker geschaf dat ding af. Het komt het volle ten goede. Maar niet toch. Mijn krabba money, maar ik acht. Toch gaan volle kijk bij. Asasa de mij doet ja. Naar Kopenhagen stelt, in de baaf doe ik. Alle de basisgoederen. Ik ben voor invoerrechten, ik ben voor alles aan de zaak. Dat is ook een boek op papa. Maar ik ben gepaard op goederen, aantal goederen. Sommige invoerrechten. Tapa vraag. Vraag me, wie zijn we brengen boeren? Of de perten. Want de perten ook dus mijn jantar, zwam jantar. We produceren bijna niets. Mensen die hier willen productiebedrijven worden kapot gemaakt door het ministerie. En ministers. Want ze hebben eigen belang. Ze hebben contact ook met een paar vervoer-importeurs. Want de importeur zei, paarden, maar hij nog praat dat hij ook keer mee. Want die man verdient toch snel geld. Als die man 10 containers per jaar verkoopt, die man verdient $5,000. Die man heeft $50,000 gemaakt. Maar als iemand hier zou planten, en op die $50,000, die man ga je niet gunnen toch. Dus het aantal importeurs die financieren, het aantal van die ministeries of departementen ofzo. Ja. Dat heb ik ook gehoord. Als we kijken naar de manier waarop prijscontroles ook plaatsvinden op ons. Ja. Een prijscontrole systeem, het is niet voldoende voor controleren hier. Maar wat verwacht je als je minister van HE voertuigen weghaalt van de mensen die moeten gaan controleren? Wat verwacht je van een, je kan die prijscontroleurs zoveel zeggen wat je hebt, maar ze moeten ook tools hebben toch? De man kan lang in de wagen toch? Meneer Taki de Maher. Je zei toch? Maar ze hebben niets daarmee. Dan mag ik kiezen voor wagi, dan mag ik pura wagi, want ik moet naar Albina. Dan mag ik kiezen voor, dan mag ik voor tu wagi, want ik moet naar Achoni. Ik moet daar met mijn vrienden gaan chillen. Ik zeg wel, wat? Ja. Is dat niet zo? Maar dan hoe ga je beleid maken?
Ik moet groenten gaan halen, hoor. Chauffeur, waar heb je auto nog? Je gaat de auto weg van prijscontrole. Want mijn chauffeur, toch, moet chocolade gaan kopen bij Dijkveld. Is dat beleid van de minister? Laat mij gaan onderzoeken, hoor. Dus we moeten, kijk, de prijscontroleurs willen hun werk doen, maar ze kunnen niet. Dus wanneer ik praat, worden ze boos. Want wanneer ik dingen doe, dan ga ik controleren in de wagide. Zijn de wagen nog? We zijn helemaal niet gewoon onderzoek toch? Yeah. Want de machine maar niet kan. Dus we zijn allemaal. Ja, alle informatie toch? Ik weet ze. Ik ben voel. Ik ben nu bezig met het onderzoek van benzine. Je hebt een aantal mensen hier oh, opgeleerd. Zo dieren je bij voor liter. En je wordt opgeleerd. Ik heb drie bewijzen aan. In een kistaja is een aantal liter. Morgen erg moet hier. Ik denk nou aan service station in elkaar. Ik reis om een kilometer. Ik denk nou aan trap. Binnen toe de oliebron. Dan moet ik bakken met dat nog aan de kam. Dan schrijf alles aan. Sam, en dan denk ik nog aan trouwen. Met haar morgen kilometer. Dan is het toch iets fout. Wie doet die controle? Ja. Moet ik heb toch geen equipment om dingen te komen. Dan moet ik wel equipment laten halen. Maar er is fout. Olie is meer trouwen. Olie is meer trouwen. Ik moet het wel toe betreven. Ik moet het wel allerlei toe. Ik moet het wel want die man. Ik moet het wel is explosief toch. Ik moet een zin denken controleren. Als ik voldoen aan de standaarden. Ja. Dus ook die mannen in die branche, maar let het Surinaamse volk. Maar wie moet die controle doen? Minister van TCT toch? Minister van AI. Sorry. In tijden van armoede, ze hebben dat zo sanitair konden oplichten, zo heavy. Alassane. In een simpel laat me zien, want ze hebben mijn man voor 500 gulden, maar kopiëren. Dat mag ik zeer weten. Ik is zo'n dame. Je gaat dit soort dingen krijgen. Maar wie zorgt ervoor? Aan de regering? Naar mij? Naar jou? Nee toch? Wanneer er goed beleid is, wanneer iets uitspant, uitwerkt. Dat zeg ik. Maar in ieder geval, wij zijn als wisselaar aan bezig. We zien wat het wordt. Weet je, we denken dat we alle ondersteuning moeten krijgen. En dat we moeten groeien als wisselaar. En niet meer feestdagen gaan zetten. Weet je, het brengt ons nergens. Het is alleen bad voor de economie. Meneer Newara, hartelijk dank voor het moment. En Wisseranang, Culturu TV gaat jullie volgen. De volgers gaan jullie ook volgen. En we hopen jullie vaker te spreken. Sabi, ik was aan dit verterie, Culturu TV dit jaar. En dit is morgen zat morgen of hier. Is dat weer wel moeite, Taki. Maar goed, geen probleem. Ik wil Culturu TV en u persoonlijk hier hartelijk dank zeggen. Met heel veel moeite ben ik, heb ik wat ik wilde niet. Isabi? En ik hoop dat Culturu TV ons kritisch moet volgen. Absoluut. Dat wil ik jullie vragen. En als we ook fouten maken, dat je ook als pers, jonge pers, dat je ook ons verbetert. Want als jullie me niet verbeteren, en ons bestuur ook niet, dan gaat het ook niet lukken, broeder. Toch? En ik ben open, ik ben niet zo persgeel, zeg maar. Ik zeg je dat, maar als er dingen zijn op het veld, dat wisselen aan foto's, als mijn leden foto maar dan verwacht ook ik een telefoon. Je hebt mijn rechtstreekse nummer nu. Dat je me gewoon belt en zegt, hey, dat je mij doet aan zijn. En ik weet wat ik moet doen. Want wij willen een goede lijn hebben. Many thanks. Yes, thank you. Yes. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik ben naar hier als een raad. Teana, wogoluku na Culturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Yeah. Hey for it new, goluku chiniu. Culturu yusu, paste fastratis respuntu. Unde baniu, sadef arkina new. Culturu nyusu, paste fastratis resbuntu. Suriname so een hele klan, mako depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari. Ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang. Beno wansoma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, by a creole, ya fans of Shini. Esha idole in the stance of enemies. Dambotaki on the right place. Different colors,
escapuri es ya no volo. Bete graide ne jukyang adolo. Wondai ko follow. So so man and sa biggie biggie, no. We go ask for luck if the low bubble late. We go arga problema for the smile in the wake. And we'll be sweetie. So long as I pay you the we swing committee. Yeah. Druk up a link, make us telling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunnen a gemeenschap, we doen roko, maar den a gereedschap. And we give almighty thanks and praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleefschat, statistiekes review verweeg dat. Ja, had je iets teken en je keel gaat. Biet qua door om iets gaat wat je weet dat. Culturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wanklari. Subscribe and share, make the fans fi arki. Ja weli bu no prati, u api nei parki. We de tapas strati, ka kwanga i kragi. U de borei dwen. Aksa falok fai kwanga de steiging. Efu vergelijk ding. U ababo weis dwen. Da u ka forweis ding. Bona beleis ding. A problem fa falok na de steiging. Dat bek weta mita falok fu de ta eis ding. Wat u bo weri koma fu de kotis kei ding. E u hunap den feng. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Culturu nyunsu. Pas te pas gratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkina nieuw. Culturu nyunsu. Pas te pas gratis respuntu. Dit is kwart, letterlijk kwart. Werd ik gebeld door mijn schoon. En is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan!